Sportpark Schellingwoude, waar de promovendus van het vorige seizoen Jong Sparta dus ontvangt. En het is meteen de eerste grote kans voor de Dijk. Lukili krijgt hem, speler met een hoofdrol in die eerste helft. Veel dreiging gaat er van hem uit, maar wat ongelukkig in de afronding. Hier is Lukili weer. Heeft een slimme voorzet in gedachten, maar dat is ook doorzien door Brian Jansen, de keeper van Jong Sparta. Vorig seizoen zevende geworden. Maar volledig onder druk tegen de Dijk. Daar is Lukili weer, zo, als hij hem op zo'n manier maakt. Maar nu is hij het sportpak afgeschoten. Staat veel vrij, biedt zich goed aan, maar de bal daadwerkelijk in het doel krijgen wil maar niet lukken. Slotfase van de eerste helft met een harde schreeuw en een gele kaart voor Bradley Martis. En die had er al een, dus moet Jong Sparta ook nog eens een keer met 10 man verder. In een wedstrijd waar ze er eigenlijk al amper uitkomen, is wat laat. De schreeuw is ook hard, misschien dat dat een rol speelt. Hij kijkt nog eens een keer van, raakt hij nou echt zo hard? Nou, er wordt wat ijs gebruikt. Tweede gele kaart gegeven en Jong Sparta dus de hele tweede helft met een man minder. En dan komt Jack Tuyp al snel bij de Dijk, want heel veel kansen krijgt de Dijk eigenlijk niet met een mannetje meer. En dus wordt er gewisseld door Jochem Twisker en brengt hij dus Jack Tuyp. En wat kan Jong Sparta dan? Want dit is een heel mooi balletje, maar er is al gevlacht en gefloten voor buitenspel. Het is op het randje. Jong Sparta heeft eigenlijk amper kansen gehad, maar dit is er dan wel één. Er wordt ook goed afgemaakt door Boeras, maar hij telt dus niet. Buitenspel. En zo blijft het 0-0. Maar het is toch wel een waarschuwing voor de Dijk. Ze zullen echt beter moeten, willen ze die man-meer situatie goed kunnen uitbuiten. Baten met een actie. Maar toch maar weer meteen inleveren bij Lukili. Daar is Lukili weer. Vrij gedraaid. Lukili met de voorzet. En nog net op tijd verdedigd. Af en toe met hangen en wurgen. Waardoor hier bijvoorbeeld er geen kans komt voor El Gourari, maar Jong Sparta houdt stand. Daar is Zwarthoed met de voorzet en nu dan, nee, geweldig gered door Brian Jansen. Herkansing, nee, ja, nee, ja, en dan zit hij erin. Dan toch Tim Ruder. Zuur voor Jong Sparta, zeker voor Jansen die een uitstekende wedstrijd staat te keepen. Deze redding mag er echt zijn hoor. Op tijd naar de hoek, op tijd weer op. Maar Ruder blijft het maar proberen. Hier lijkt hij al te kunnen schieten. Nee, eigenlijk net niet echt. Dan staat hij weer op. Nee, ja. En uiteindelijk vindt hij precies het gaatje om de Dijk op voorsprong te zetten. Aan de andere kant keept natuurlijk Jeroen Verhoeven. Maar die hebben we amper gezien. Nu moet hij in actie komen. Is hij op tijd? Oeh, hij is niet meer de snelste. En dat levert bijna nog de gelijkmaker op. Het gaat net goed voor de Dijk dat wint. Hij houdt de nul, maar het was een stuk moeizamer dan verwacht. Jong Sparta met 10 man knap weerstand geboden, maar ze verliezen wel bij de Dijk met 1-0.